Hallo lieve schorpioen, leuk dat jij weer bij bent. We zijn aanbeland bij week 33, 12 tot en met 18 augustus. Het is een algemene reading. Haal eruit wat je nodig hebt. Lieve schorpioen, wat is jouw hoofdthema voor deze week? En dan zie ik dat het vooral van belang is om zaken los te laten en om weer dingen neer te gaan zetten. Ik heb het idee dat je soms vasthoudt aan bepaalde zaken die niet meer dienen. Of dat je zit te wachten op een wonder. Maar op het moment dat je eigenlijk alleen maar vast blijft zitten in een bepaald patroon, kom je niet verder. Het is dus echt van belang om te gaan kijken, oké, door los te laten moet je ook stappen gaan zetten. En juist door die stappen kom je weer verder. Dus wees actief en hak knopen door. Lieve schorpioen, laten we eens gaan kijken naar wat je deze week kan verwachten. Wat kan de schorpioen deze week verwachten? En dan zie ik eigenlijk dat je echt bezig bent om dingen uit je leven te skippen. De drama weg, alles weer recht netjes op een rij. Dingen regelen, dingen doen. Ik heb ook het idee dat je ook echt aan het strijden bent voor jezelf. Om echt tot jezelf te komen en vanuit daar weer verdere stappen te zetten. Wel hoor ik, bescherm jezelf niet te veel en kom ook tot jezelf. Vergeef ook jezelf. Misschien heb je beslissingen moeten nemen die je normaal niet zou nemen. En het is van belang om dingen los te gaan laten. Dus ook een stukje van schuldgevoel. Weet dat je dingen voor jezelf doet en dat het allemaal prima is. Laten we even nog gaan kijken naar een mooie boodschap voor jou. En dan zie ik dat het belangrijk is om in te zien wat er goed gaat. Dat je wordt overspoeld met rijkdom, dat je wordt overspoeld met voorspoed, met positiviteit en met nieuwe mogelijkheden. Dus durf vooral stappen te zetten. Lieve schorpioen, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wens je verder een hele mooie week toe. Wil je verder studeren? Binnenkort begint de opleiding mediumschap. Kan je nu nog voor opgeven. En er is ook een leuke aanbieding voor de oraakel. Kaartencursus, dus geef je daar ook nog snel voor op, want dat is nog maar een weekje geldig. Wie weet zie ik je daar. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.